Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Droompark. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Feyenoord TV. Terug van lang weg geweest, Studio Feyenoord. Want de Eredivisie gaat eindelijk weer beginnen. Zaterdagavond voor Feyenoord in Zwolle. Een Eredivisie seizoen waar veel anders zal zijn. Maar gelukkig is bij ons in ieder geval één ding hetzelfde gebleven. En dat is dat Jan-Dirk Stout aan mijn zijde zit. Jan-Dirk, van harte welkom. Dankjewel. We beginnen eindelijk weer. Hoe ben jij de lange zomer doorgekomen? Ja, ik heb zelf veel getennis, moet ik eerlijk zeggen. Veel buiten geweest, was mooi weer vaak. Maar ook wel met een schuin oog naar alle oefenduels gekeken die je op volgstuk allemaal kunt zien. Ontwikkeling een beetje in de gaten gehouden. En wat je zegt, goed dat het nu weer echt begint. Ook al blijft het een beetje onecht met al die lege stadions. Maar goed, dat snappen we. Ja. En natuurlijk wel. Vooral zin in het echte werk. Ja, tuurlijk, om naar de Kuip te gaan, ook al mag dat met heel veel minder mensen. Maar je merkt aan al die supporters dat ze graag weer hun clubje willen zien spelen, logischerwijs. Waar kijk je het meest naar uit dit seizoen? Ik ben heel benieuwd, en dat is heel moeilijk ook, denk ik, of Feyenoord weer snel de flow kan pakken waarmee ze de afgelopen competitie geëindigd zijn. Het blijft, ik hoorde advocaat ook in die promo bij de NOS zeggen van, ja, we zullen nooit weten hoe het was afgelopen. We kregen Ajax nog thuis, moesten die bekerfinale nog spelen. Maar er was in dat team iets geslopen dat ze altijd wonnen, ook al speelden ze niet altijd goed. Het was onoverwinnelijk geworden en kan advocaat dat weer redelijk snel bewerkstelligen? Dat vind ik een hele spannende vraag. Vandaag een man te gast die aan de vooravond staat van zijn eerste volle seizoen bij Feyenoord. En zich in razend tempo populair maakte bij het legioen. Dan heb ik het natuurlijk over Robert Bozeniek. Bozeniek, bal aangeraakt en de goal voor Bozeniek. City? Ja. Nee. Bozeniek leek te scoren. Bozeniek. Dat is een spits die niet heel veel de bal hoeft te hebben. De bal dan nu ineens strak op Bozeniek. Daar is hij, ja. Heel mooi doelpunt van Feyenoord. Voor nummer 2. Kappen. Schieten. En daar is hij. Ja, Robert, fijn dat je bij ons bent. Weliswaar op afstand, maar toch, zo gaat het in deze tijden. Hoe keek je naar de video die je net zag? Ja, of course, I'm really happy for this chance and I believe will be good. Heb je lekker getraind vandaag? Ja, of course, was good. Before I was in the national team and after 2 weeks I came back to my teammates and was good. Ja, laten we het daar even kort over hebben, over die interlandperiode. 65 minuten gespeeld tegen Tsjechië, 12 tegen Israël. Hoe kijk je terug op die wedstrijden? The games was not good for us because we was without winning. But was hard and was new experience because I never play some international games without fans. And that was first time and we played derby against Czech. Yeah, it was not good result. We lose 3-1. I think was not good game for all team. And another game we play against Israel, and we win 1-0. And in extra time we incast goal for 1-1, and we draw was not good. But it's history now. I come back in my club and I do everything what I can. Ik hoor heel veel mensen zeggen die het moeilijk vinden om als supporter naar voetbal op tv te kijken. Wedstrijden die in lege stadions worden gespeeld, heb je daar als speler ook echt last van? Ja, was when we play, you focus only on the game, on the football. But if after you can watch game and other games, it's not good. But that's the situation and we must respect it. Ja, in de basis staan tegen. Ja, in die mooie derby tegen Tsjechië. Dat betekent dat je een grote man bent in je eigen land, in Slowakije. Dat betekent ook die award die je hebt gekregen, die Dubovsky Award. Wat is dat voor een prijs? Ja, dat is een award voor de beste young football players to under 21. That's the second biggest awards after the best football player of Slovakia. Ja, mooie prijs. Het is een jongen die
natuurlijk nog maar net bij Feyenoord is. Hoe kijk jij naar zijn ontwikkeling binnen de club? Wat ik goed vind, ik denk dat dat ook de klik, de chemie met het publiek is geweest in zijn eerste periode bij Feyenoord, is het feit dat hij heel enthousiast is in zijn acties. Je zag oprechte vreugde na de goal tegen de tegenstander van Mooi gezwollen. Die bal die daar nog werd geraakt door een verdediger. Gaan we het straks nog over hebben blijdschap. En je ziet enthousiasme in hem, je ziet passie in zijn acties en dat waardeert het publiek zeer, denk ik. Ja, waar komt dat enthousiasme vandaan, Robert? I don't know. I really like and enjoy when I score some goals, because you never know when is your last goal, and especially when you play before. When I play before in my old club, and in our games was not a lot of fans, and now when I come to the great club and with great fans, and really it's really good for me when I score goal and when I celebrate with all stadium, and you never know when is your last goal, and I enjoy every moment on the pitch. Ja, mooi. Dat staat ook in het nieuwe Feyenoord Magazine, waar jij in staat, met prachtige foto's van Willem de Kan. Zeker even in kijken. Daarin vertel je ook dat je altijd hebt geweten dat je niet de meest getalenteerde speler van de opleiding van Celina was, maar wel degene met de beste mentaliteit. Vertel daar eens over. Yeah, when I was younger, I think more players with the biggest talent than me. But when I was younger and now, every training was like the last in my life. I do everything what I can, and when I score in training 5 goals, after I was a little bit sad why I don't score 6 or 7, and I work a lot. When I was at home, not only in training, and when I have some chance, I try to do it and do everything what I can, and that's really great. After when you play in your national team and you look back, and it's what you give everything to football, and after you have more energy to do more, and will be success. Robert, als ik nu naar je kijk, ben je een hele rustige, bescheiden jongen. Op het veld ben je iemand die heel erg contact met het publiek zoekt. Voel jij jezelf in het veld ook een heel ander mens misschien wel? Het lijkt alsof je daar explosiever bent, meer outgoing. Ja, I don't know if I feel it, but if I'm at home, I'm normal guy. I am really thankful for everything what people do for me, and I'm friendly guy. And on the pitch, I change, because my mentality is every time I want to win with everything. If I play some games in my mobile or I play football games, doesn't matter for me. I need to win. I want to win. And when I lose some games, I can sleep after, and I'm a little bit nervous, because I do everything every day. I do 100%. And when I lose, it's not good for me. Het ging je meteen goed af toen je uiteindelijk in het eerste kwam te spelen van Celina. 15 doelpunten in alle competities. Vanaf dat moment is het eigenlijk mega snel met je gegaan, hè? Ja, everything was really fast, because when I finish my young team in Celina 19, I have chance to play in first team. I was a really young player, and more teammates from my old team go to the first team, and we have 2 strikers older than me, and I think it's really good for me when I can play in second team, and I will be trained with first team. Maybe I have some chance. Maybe I play only 10-15 minutes on the finish, but we have preparation, and I feel a chance, and I do everything for 100%, and I score a lot of goals in preparation. And after a short time, I was the striker number one in my old club, and that was really good. After everything was really, really fast, I start playing under-21 national team, and after a few games, again, I have chance playing first national team. That's really big things for me and for all guys in Slovakia, because when you are a young guy, you have dream play in first 11, listen your family when you score, and see your family how cry when you score a goal
in the first national team. That's really good. And how you said, that's everything was really fast. And I'm really happy when I was healthy. I don't have some problems. And now I'm Feyenoord, and that's a really big dream. Ja, maar je kon ook naar andere clubs. Interesse vanuit Rusland, Italië, Duitsland. En dan praat je met Feyenoord, of over Feyenoord, met Stanislav Griga, je spitsentrainer. Wat vertelt hij dan over de club? It was a little bit harder in the winter, because in my old club I have more offers. And I was not happy with another offers from another clubs. But after, when I was in first touch with Feyenoord and with Mr. Arnesen, I think was my the best choice in this time. And I spoke a lot with Stanislav Griga about club, about situation, about league, and said, yeah, that's the best option for you, because in Netherlands league they play offensive football, and Feyenoord especially is there's a great stadium, the unbelievable fans, and that will be good for you, because you like sprints, you like hard work, and they give you chance play to Champions League or Europe League, and that's really good for in this age. And yeah, and I said that's the best option for me in my age. Ja, en dan ga je in die Kuip voetballen, dat prachtige stadion wat je al zei. En dan zegt je vader, als je in de Kuip scoort, toen jullie de eerste keer waren, ga ik zeker huilen. Heeft hij dat gedaan, toen je de eerste keer scoorde tegen Fortuna? Ja, but it was a little bit not good, because my father can't come, but I'm sure she cried. Not only he, but all family, I think. But after, when we play home game, cup game, semi-final against NAC, my father was here, and my girlfriend told me, yeah, he cried a lot when you score a goal and see all fans clap you and shout to your names was really good. Prachtig. Het eerste doelpunt van Robert Bozeniek werd natuurlijk niet gemaakt in de Kuip, maar tegen onze aanstaande tegenstander PEC Zwolle. Laten we nog één keer teruggaan naar die regenachtige dag in Overijssel. Die heerlijke overwinning van Feyenoord bij PEC Zwolle. Goed, Bozeniek tussen de regenhozen door zien we als vervanger van Sinisterra. Ook met wellicht perspectief voor Feyenoord. Hier is Bozeniek, bal aangeraakt en de goal voor Bozeniek. En voor Feyenoord, 3-4, daar is hij met zijn eerste in de Eredivisie. Really happy, and celebrate after a game was unbelievable for me. When all fans count in front of me and Olegium sing my surname, is really good for me, and I'm really happy. Ja, Robert, prachtige beelden, helemaal uit je dak. Hoe kijk je er zelf naar terug? Ja, that's really great moments, and before every game I watch my goals, when I saw what I score in my old club or my national team games, or the last goals in Feyenoord, I watch everything, and yeah, that's against Zwolle was a really special goal and special moments for me, because it was my first goal in Eredivisie and my first goal in Feyenoord, and that's really great moments for me. Ja, juichen. Shirt uit. Nou, ja, mooi. Dat was zulke mooie ontlading. Ik moet denken aan Guidetti, die het ooit deed tegen RKC. Werd hij geschorst tegen PSV. Ja, ja. Nou, het is deze jongen met liefde vergeven, zou ik bijna zeggen. Want ik snap, als je jong bent, in een vreemd land speelt, daar die kans krijgt en pakt, dat je daar erg blij mee bent. Ja, Robert, je moest het uitvak nog even vinden in het stadion van PEC Zwolle. Ja, I know our fans was on another side. But when I score first goal, I don't know what happened because I was in trance, and that was like I forget what happened, because I only score goal and I run, and it was big emotion for me, because was I know how
difficult was my transfer and everything. And when I scored my first goal was really great. Nou, je weet er nu in ieder geval het uitvak te vinden voor als je zaterdag hopelijk weer gaat scoren tegen PEC Zwolle. Over die wedstrijd gaan we natuurlijk straks uitgebreid praten. Dat gaan we doen na de break. Welkom terug bij Studio Feyenoord, waar we zitten met Jan-Dirk Stouten en Robert Bozeniek op afstand met een videoverbinding. We gaan natuurlijk praten over de voorbereidingen en over de wedstrijd die we morgen gaan spelen in Zwolle tegen PEC. Maar eerst, Robert, hebben we een kleine verrassing voor je. We hebben iemand gevonden die een mooie boodschap voor jou heeft willen inspreken. Luister er even naar als je wilt. At first, I have to say I'm very happy to be with someone great like Rob Boys. We are together for a year and a half, so I was with him from career in old club and then he got into the first national team last year. I was on every match in Slovakia and stand by him and I was supporting him. I'm very happy that he came to Feyenoord Rotterdam because it was his dream to transfer to club like the Feyenoord this and he worked on it. I know he's very hardworking because I see it every day. When we came here, we loved it and we still love it here. And it was something new for us to come here from our country. We like Rotterdam, the stadium, and I was really happy to see him score goals on this stadium. I loved atmosphere on stadium before Corona, and I hope it will be soon like before. When they stopped playing in March, he was training every day. When they had time off and we went home, he was still training. He wants to be always ready and better. I think we are not like other young people because we live by football every day. When he comes home from training, he goes to rest, then I cook something for him and then he starts work on himself at home again. Then we'll go sleep. Sometimes it's hard, but I am happy that I can support him because I love him. That he wants to be good is sometimes difficult because he scored 2 goals in preparation match and then he told me I wanted to score 3 and I started laughing because this is it, he wants to be better and better. And I think these things are important in football, to work on it every day and be better. When he has day off, we go for a walk with our dog, we go to the city or we just stay at home and we relax. And as a last thing, I want to say I'm very proud of him. Ja, wie is dit, Robert? Who is this? Oh, this is my girlfriend. It was really, really great surprise. Thank you. Ja, het emotioneert je zelfs een beetje om haar te horen. Vertel eens waarom. I'm really emotional guy, but yeah, it's really, really nice surprise because I don't know about it, nothing. And now when I listen first time, yeah, it's really great. Ja, wat betekent Alex, heet je vriendin, wat betekent zij voor jou? It was not easy for her when I have a right contract in Feyenoord and now I said, what now? If you go with me, because I understand you have school in Slovakia, you must learn and everything. Yeah, but her family said, if you won't go with him, go. And everything what I need, she do for me. When I have hard day, she know it. We don't speak about football. We speak about family, about and other things, but it's really, really great for me every time. Support when I have bad day, if I have good days, she is every time with me. And important is for me when I was younger and I play in academy, she was with me. And, when I was in under 21, she was with me. When I am in when I was in first time in national team, she was with me. And now when I'm in Feyenoord, she is with me. Every time, that's really important for me. Is dat, Robert, een aspect wat wij supporters, media wel eens onderschatten? Dat je ook gewoon een jonge jongen bent, dat je naar een vreemd land gaat, dat je moet wennen aan het leven hier. We zien de voetballer die misschien wel ster wordt, dat zien we vooral. Maar vergeten wij dat andere aspect wel eens, dat je ook als mens een grote weg moet afleggen? Ja, yeah, of course, was is not easy for young player if you come to another country with you are without your family and you speak with another language. That's a little bit hard for young players. And
All team have good strikers. For example, like here when I come, Nico is here, and Nico is really great person, really good striker. And yeah, I'm waiting for my chance. And when Nico play, I give him my energy, all support, because it doesn't matter if I score or Nico score. We need score for Feyenoord, and that's important for me. Ja, als er maar gescoord wordt, te beginnen morgen in Zwolle. Want dan zit de voorbereiding er echt op, gaat het echt beginnen. Maar voordat het zover is, gaan wij nog één keer terug naar die lange voorbereiding van Feyenoord. 6 weken is toch, toch lang en ik ben blij dat we hier weer mogen staan. Haps heeft al de ruimte. En dan is de voorzet ook nog eens op maat. Sparta gaat er een hoop fout. Daar zal Vrezen zijn bedenkingen bij hebben. Maar het is snel en heel goed uitgespeeld door Feyenoord. Hij heeft een van zijn trouwe secondanten weer terug voor dit seizoen. Er werd er nog iets toegevoegd. Ja, dat is goed. Het is 2-0. Zo vrij zeg. Bozenik, oh, schitterend gedaan door Linssen. Hier gaat Narsing, doet hij het zelf. Narsing doet het zelf. Redding Ortega. We hebben, ondanks dat we heel vaak incompleet waren door blessures en langdurige blessures, hebben de jongens die getraind hebben het uitstekend gedaan. En met een paar goede oefenwedstrijden ertussen. Dus om nu al gelijk te zeggen van hoe staan we ervoor. Ik denk fysiek, diegenen die alles meegedaan hebben, goed. En sommigen nog niet goed. Ja, mooie clip van de voorbereiding, Robert. We zien jou direct scoren. In je eerste 15 minuten van het nieuwe seizoen had je er meteen al 2 in liggen. Dat is hoe je aan een seizoen wil beginnen. Ja, of course was really good for me. After a long time we play the games. And in the first game I scored 2 goals. Ja, yeah, I wanna score 3, but yeah, I scored 2 goals. That was really good because I'm striker and I need goals. And I do everything that I want, what I can, and it's a big bonus for me when I score goals. Ja, en vanaf dit seizoen met Robin van Persie aan je zijde als spitsentrainer, hoe is dat voor jou om met hem te werken? Wat leer je van hem? When I work with Robin, is a dream from everybody, not only for young players. I think Robin is a really great person. Top players, top striker, but really, really nice person. And we spoke a lot of about chance, and we work about do something different what everybody waiting. Maybe everybody wait, you shoot, but you do something different. And that is a really, really big bonus and really big experience for me. Ja, dat zagen we meteen terug, hè? In die eerste wedstrijd tegen Sparta, hij zegt iets doen wat Anne allemaal niet verwacht. Hij kon daar schieten bij die tweede goal, maar hij kwam terug en schiet. Maar dat is natuurlijk de kracht, hè. Daarom ben ik ook zo blij met een John de Wolf in de staf. Weet je, die verdedigers dingen kan uitleggen die je niet in theorie leert, die je niet van elke trainer kunt leren. Met een Van Persie die weet hoe het is om op het allerhoogste niveau te acteren, hoe je dingen anders kunt doen dan anderen. Ja, daar leert zo'n jongen heel veel van natuurlijk. Hij noemde natuurlijk al Nicola Jurgensen, zijn concurrent in de spits. Heeft hij mooie woorden over, aardige vent, fantastische spits. Hoe kijk jij daarnaar, naar die spitse strijd? Ja, mijn gevoel is wel dat op basis van ervaring advocaat ook voor zekerheid zou kiezen. Al is wel op basis van de laatste jaren de vraag wat is zekerheid, maar dat Jurgensen wel de favoriet is voor die plek in de basis met deze jongen erbij. Je hebt gezien, die kan echt iets losmaken in dat stadion als het even niet goed gaat. Al is wel de vraag hoe gaat dat met heel veel minder publiek, want dat geldt voor elke speler. Maar ik denk dat Jurgensen nog wel even de nummer 1 zal zijn.
Sowieso gaat het daar hard aan toe, ook bij jullie oefenwedstrijden, Robert, als je dat ziet. Er wordt veel geschreeuwd, veel getierd, harde tackles. Jullie zijn wel een pittig ploegje geworden. Ja, het was really good. Because all team was waiting for the games. And we train a lot, very hard. And when we play games, was really good for us because it's a new experience for us after a long time. And yeah, that's how we won't play. We won't play fast. We want to kill everyone and win every game. That's Feyenoord. Ja, een dik advocaat is daarbij opbouwend kritisch naar jou toe. Hij heeft al aangegeven, ik wil wat meer van hem zien. Wat kan je daarmee? Wat doe je daarmee? Ja, that's normal thing because I'm young player and I have a lot of not good things. Yeah, but I work every day. Will be better and better, and every day I want improve. And it's good for me when I speak with the trainer about and other things, what I must do better, better and better. And yeah, every day I want to be better and I do everything what I can. Ja, hoe kijk jij terug op die voorbereiding, Jan Dirk? Hoe staat Feyenoord erop in jouw ogen? Ik moet zeggen dat ik mezelf ooit heb afgeleerd om enige waarde te hechten aan een slechte, maar ook aan een goede voorbereiding. Dat klinkt wat gek, maar ik zal nooit vergeten, dat gaat niet over Feyenoord, maar in 88 had PSV een waardeloze voorbereiding om de kampioen te worden, de beker te winnen en de Europa Cup 1. Ik heb mezelf echt afgeleerd om waarde te hechten aan de voorbereiding. Alles is anders als de competitie echt begint, dat meen ik echt. Ja, we kunnen alleen maar naar kijken wat er op papier weg is gegaan en bij is gekomen. João Thijs Sera, moet je zeggen, heb ik net ingefluisterd gekregen. Dat is wel een jongen die wat kan, volgens mij. Ja, dat lijkt me een jongen die ook gelijk inzetbaar is en gelijk ook dingen kan toevoegen qua creativiteit, qua het maken van doelpunten. Ja, en wat ik in het begin ook zei, de vraag is echt, hebben ze allemaal snel weer de vorm? Ontwikkelen ze weer met elkaar dat onverslaanbare? Heel benieuwd hoe dat gaat morgen als Feyenoord gaat spelen tegen PEC Zwolle. Na een afwezigheid van een half jaar gaat aankomend weekend de Eredivisie van start. En we beginnen op zaterdag 12 september direct met een lastige uitwedstrijd bij PEC Zwolle. Hopelijk pakt de ploeg van Dick Advocaat de draad gelijk weer op. Want Feyenoord is in zijn laatste 14 Eredivisiewedstrijden ongeslagen. En in 2020 is Feyenoord nog de enige Eredivisieploeg zonder nederlaag. Dat Feyenoord zomaar het onoverwinnelijke doorzet in het nieuwe seizoen is zaterdag de vraag, want PEC Zwolle uit is voor ons de laatste jaren zeker niet makkelijk. In de laatste 8 ontmoetingen wonnen wij er maar 2 en 5 keer leden we een nederlaag. Totaal speelden we in de Eredivisie 20 keer in Zwolle en dat leverde ons nog wel 9 overwinningen op tegenover 5 gelijke spelen en 6 nederlagen. Vorig seizoen was PEC Zwolle Feyenoord een groot spektakelstuk met Robert Bozeniek, die zijn eerste goal voor Feyenoord nooit meer zal vergeten. Clement neemt de risico daar. Dat zit een beetje in zijn spel opgesloten, maar het gaat ook wel eens mis, zoals nu. Het opent wellicht perspectief voor Feyenoord. Hier is Bozeniek, bal aangeraakt en de goal voor Bozeniek. En voor Feyenoord, 3-4, daar is hij met zijn eerste in de Eredivisie. Gele kaart op de koop toe. Maar het is de ontlading van de jonge aanvaller die zijn eerste doelpunt te pakken heeft. Ingeleid door het balverlies van Clement. Een geweldige fout natuurlijk voor de ervaren middenvelder. Robert Bozeniek maakte vorig seizoen de winnende in Zwolle op aangeven van Orkun Kukcu. En dat is geen toeval. Onze nieuwe Turks International gaf in zijn 3 laatste uitwedstrijden in de Eredivisie steeds een assist. Steven Berghuis was vorig seizoen ook goud waard in Zwolle met 2 doelpunten en hopelijk trekt hij die lijn zaterdag door. Onze aanvoerder scoorde in zijn laatste 3 seizoenen voor Feyenoord steeds meer dan 10 competitiedoelpunten per seizoen. De laatste Feyenoorder die dat 4 keer op rij deed was Jondal Thomasson tussen 1998 en 2002. Steven maakte in totaal al 52 eredivisiedoelpunten voor ons en heeft er nog 1 nodig om Jozef Kiprić en Mario Been te evenaren die 14e staan op de eredivisie topscorerslijst van Feyenoord. De enige andere speler in de eredivisie die minimaal 50 keer scoorde sinds Steven bij Feyenoord zit is Brian Linssen met 51 goals. Voor deze nieuwe Feyenoorder is PEC Zwolle sowieso een favoriete tegenstander, want in zijn carrière maakte hij 8 competitiedoelpunten tegen onze aanstaande tegenstander. En dat is voor hem een persoonlijk record.
Erik Botteguin is er zaterdag niet bij door een gele kaart die hij kreeg in de laatste wedstrijd tegen Willem II. En dat is voor hem extra zuur. Onze Braziliaanse verdediger speelde namelijk tussen 2007 en 2011 in Zwolle. PEC Zwolle Feyenoord gaat zaterdag 12 september om 8 uur van start in het MEC 3 Park Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. We sluiten af met een bijzondere vermelding aan Dick Advocaat, want hij is nu de oudste trainer ooit in de Eredivisie. Advocaat, die ook zijn 40-jarige jubileum als trainer viert, neemt met zijn 72 jaar en 351 dagen het record over van oud-Heerenveen-trainer Foppe de Haan. Ja, Dick Advocaat, de oudste trainer in de Eredivisie. Laten we gewoon lekker zeggen, de meest ervaren, joh. Ja. De meest geslepen, de meest geraffineerde, de meest geweldige. Ja. De oudste klinkt zo negatief. Ja, de is meest ervaren... ook nog eens dan? Ja, de meest ervaren trainer hebben mooi, wij. Mooi. Robert, nog één nachtje slapen, dan gaat het echt beginnen. Hoe kijk jij uit naar die wedstrijd tegen PEC? Ja, I can't wait when we travel to game and when we'll be there. That's really good and... Yeah, I hope everybody will be healthy and tomorrow we can fight and win. Als je kijkt naar die resultaten in de voorbereiding, Zwolle is een taaie ploeg, krijgt heel weinig tegendoelpunten. We hebben 5 wedstrijden gespeeld zonder tegendoelpunten. Ik ben er in mijn vorige leven voor de radio ontelbare keren geweest. Ronald Koeman won daar nooit. Nee. Ook een keer in de openingswedstrijd ging het mis. Rutte werd daar ontslagen na een nederlaag. Feyenoord heeft er geen best track record om die woorden maar te gebruiken. Het is echt nooit makkelijk voor die club. Nee, maar nee. Voor de rest kunnen we er ook zo weinig over zeggen voor zo'n eerste speelronde. Het komt goed, joh. Dus laat het maar gewoon af. Bozeniek 0-1, 77ste minuut. Bozeniek 0-1. Die staat genoteerd. That's a good idea and I hope it will be good. Dankjewel, Robert. Slaap goed en heel veel succes morgen in Zwolle. Thank you very much. Have a nice evening. En jij ook bedankt, Jan Dirk. Okay. En tot snel. Jullie bedankt voor het kijken. Maandag zijn we weer terug op Fox Sports. Bedankt voor nu en graag tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken.